Hallo, ik ben Bart Goossens en in deze Clicks-workshop gaan we een HDR-beeld maken. Dat is een beeld waarin alle elementen perfect uitgelicht zijn en zelfs een beetje surrealistisch overdreven effectjes hebben met heel veel scherpte, heel veel detail in het beeld. Een HDR-effect moet je niet op elke foto gaan toepassen, maar is wel leuk op landschapsbeelden. Omdat je dan, als je bijvoorbeeld een ondergaande zon fotografeert of fotografeert vanuit de auto, heel vaak een gedeelte heel donker hebt, bijvoorbeeld het dashboard in de auto, en een gedeelte heel licht, namelijk buiten de auto op de weg. Nu, ons oog ziet perfect de details in beide gedeelten, maar de camera niet. En daarom zou je eigenlijk twee foto's moeten maken. Eentje waarbij de weg perfect is uitgelicht in de verte en eentje waar het dashboard perfect is uitgelicht. Dat kun je doen en daarna kun je die twee beelden samenvoegen tot een HDR-beeld. Straffer nog, in dit voorbeeld gaan we eigenlijk maar één foto gebruiken. En die foto is de foto met de busjes hier voor ons. En dat zijn beelden gemaakt in Californië. We kiezen hier met de rechtermuisknop. We klikken met de rechtermuisknop op de foto. Dan kiezen we Edit with Photoshop Elements. En ik werk met RAW beelden. En daardoor komen we nu in Adobe Camera Raw. Dat is een soort voorbewerking van de foto die je maakt. En met de regelaars hier kun je de foto perfect sturen. Allerlei effectjes bereiken of bijsturen. Zonder echt aan de foto te raken. Als je terugkeert naar dit venster, kan je achteraf toch nog een hele lichte versie maken. Wat dan ook. Wij maken nu een heel donkere versie van deze foto. Voilà. We klikken nog niet op Open Image, maar we klikken gewoon op Done. Je ziet, ik heb de foto gedupliceerd en ik heb een tweede versie gemaakt die heel fel is. Nu gaan we die twee versies selecteren. En via File, New, gaan we naar PhotoMerge Exposure. Dat is een nieuwe functie in Adobe Photoshop Elements die het allemaal heel eenvoudig maakt. Nu, als je meer wil weten over dat kopiëren en verdubbelen van die bestanden, dan verwijs ik je graag naar de workshop in Clicks Magazine. Daar staat alles haarfijn uitgelegd. We kiezen nu wel voor Open Image. Het duurt even, maar het effect is al meteen leuk. Je ziet op de voorgrond dat een beetje hallucinante kleurtjes-effect, overdreven gesatureerd beeld. Dat kun je nog een beetje gaan bijsturen door bijvoorbeeld hier de sliders alle twee op 100 te zetten. Als je dat gedaan hebt, dan klik je op Complete. En vervolgens gaat je computer aan het rekenen en is dit het resultaat. Toch al niet slecht, hè? Je ziet, het kan nog beter, maar dat gaan we nu meteen doen. We gaan eerst de lagen die hier gecreëerd zijn terug samenvoegen. Want dit zijn twee beelden die we eigenlijk niet meer nodig hebben. Een lichte versie en een donkere versie. We hebben er maar eentje nodig, dat is de samengevoegde versie. Een background image, dat gaan we meteen dupliceren. En die background copy, die mag je op soft light zetten. En voor alle duidelijkheid, we werken hier aan de ruwheid van de busjes, dat het roest mooi naar voren komt. We gaan eerst de kleur uit deze background copy halen. En dat heeft een specifieke reden, dat zie je zo meteen. Er staat nog geselecteerd, we gaan naar Enhance, Adjust Color en Remove Color. Hop, kleur is weg, je ziet het niet, want het is een achtergrondkopie. We gaan ineens verder met Enhance en Adjust Lighting, Shadow Highlights. Hier gaan we echt die structuur aanbrengen. Preview staat op, dus je gaat al zien wat er gebeurt.
als we de slider helemaal naar 100% zetten. En ja, dat HDR-effect is toch een beetje ruw en wild, dus mag je gerust alles naar 100% duwen. Ja, en dan is het gewoon tijd om de lucht aan te pakken. Hè. Na de busjes, nu de lucht. De lucht moet ook wat dramatischer worden. Dat doen we door eerst de background copy hier uit te schakelen. En een selectietool te nemen. De Quick Selection Tool. Met die Quick Selection Tool kunnen we de lucht selecteren. En dat gaat makkelijker als je Otto en Hans hier aanzet. En natuurlijk moeten we hier de background selecteren. En selecteren doe je nu gewoon door de muis van links naar rechts door je beeld te slepen. Tot je ziet dat er al van alles geselecteerd is. Rechts hebben we wat te veel, dat lossen we zo meteen op. Links hebben we wat te weinig. Dat gaan we eerst oplossen door hier nog even te slepen. Tussen de busjes. Voilà. Nu hebben we iets te veel. Hierboven links kun je met die selectietool op min zetten. Subtract from selection. En daar gaan we nu even de busjes mee markeren. Zodat we toch iets minder, toch iets beter de lucht van de busjes scheiden. Voilà, dat is onze selectie. En dan zijn we al aan de finishing touch toe. En dat is deze layer een andere blending modus geven. Nu staat hij op normaal. En we gaan het op multiply zetten. En kijk, hier is ons HDR effect. Het wordt nog beter als we de background copy er weer bij zetten. Kijk, dan hebben we een iets donker, maar toch heel ruw en mooi effect bereikt. We zijn hier helemaal klaar en het was eigenlijk niet zo moeilijk om een HDR-effect na te bootsen met Photoshop Elements 9. Toch is er nog een veel eenvoudigere manier met één klik, of toch bijna. En dat doe je als je Lightroom gebruikt om je foto's te beheren en te bewerken. Want voor Lightroom bestaat er een plugin-reeks van Nik Software. En Nik heeft onder andere HDR FX Pro gemaakt. Dat is een plugin die werkt via Lightroom. Hoe doe je dat? Je selecteert de foto die je wil bewerken. Je gaat naar File Export. En hier kies je voor Nik Software HDR FX Pro. En als je vervolgens op OK klikt, dan kom je na wat rekenwerk in dit venstertje uit. En hier kun je dus heel plezant gewoon het effectje uitkiezen om er HDR op toe te passen. Je kunt eerst een categorie kiezen hierboven en dan een effectje kiezen. Ik vind zelf bijvoorbeeld waar staat die ergens? De zwart-wit versie is wel zeer mooi. Die heb ik voor mijn naamkaartjes gebruikt. Of die Old Cottage is ook plezant. Als je vindt dat hier nog iets aan moet veranderen, als je hier wat iets meer structuur in wil, dan kan dat met de sliders aan de rechterkant. En je kunt zelfs lokaal bepaalde dingen gaan veranderen. Bijvoorbeeld als je die boom hier ja, toch een beetje hallucinanter wil maken, dan kan dat door het contrast te verhogen. Contrast. Als je dan save kiest, dan komt de foto gewoon mee in je library van Lightroom te staan. Kan het nog makkelijker. Voilà, dat was het. Veel plezier met experimenteren met HDR. Ik was Bart Goossens voor Kliks.